donderdagochtend. Redelijk vroeg nog. Ik denk rond een uur of 8:15. Ik ga lekker even naar mijn vriend. Die heeft een bad. Buitenbad. Even lekker afkoelen, want het is warm. Het is 30 graden. Het wordt 30 graden vandaag. En ik sta even op halverwege stil bij de vijver die helemaal begroeid is nu. Je ziet helemaal niks. Tot later. Op de terugweg ging ik natuurlijk even stoppen bij de kringloop, maar ik heb niet veel meegenomen. Dat leuke bruine kastje wat er staat, was heel leuk, maar niet meegenomen. En nog zo'n oude geldkist heb ik ook niet meegenomen. En ik ging de Barbies even restylen, want die lagen allemaal zo zielig in een bakje. Ik ga ze even leuk op de plak zetten. Kan ik dat niet laten, snap ik niet dat die mensen dat zelf niet bedenken. Maar goed, dat ben ik, de Cindy-verzamelaar. Deze, maar ook deze popjes heb ik allemaal niet meegenomen. Er was geen Cindy bij. Kijk eens, een hele leuke oude breimachine. Dit is de vintage hoek hier in Hengelo. En allemaal heel leuk om te zien, maar dat kastje was echt zo duur. Dat hadden wij vroeger ook nog van mijn opa. Ik heb nog een kleine variant. Ik dacht, nou, ik haal hem denk ik maar weer naar beneden. Daar ben ik eigenlijk al een tijdje van plan. Dus misschien moet ik dat maar doen. Kijk eens, en zo belden we elkaar vroeger. Koffie natuurlijk ook nog even. Inmiddels weer thuis en toen dacht ik, laat ik eens een keer mijn sokken blokken. En de Steven West socks van vorig jaar heb ik ook even meegeblokt. Goede donderdagmiddag. Poekie, wat doe je? Nou, we zitten hier gehavend met een waaier. En Poekie zit lekker bij mij op schoot. Het is donderdag natuurlijk nog steeds. Het is super heet buiten. Ik ben al een tijdje terug. En ik zat eigenlijk een beetje vermoeid te zijn. Ik ben nog steeds mijn stukje van vandaag in mijn Noord-Eastlie aan het breien. Dit bolletje heb ik volgens mij ook al een keer eerder een stukje ervan ingebreid. Dit was van mijn sok die ik vorig jaar, aloe vera, die ik vorig jaar mijn vriendin heb gegeven, waar ik toevallig dit weekend naartoe ga. Dus ik ben heel erg slow. Ik ben niet te vergeten te branden. Ik heb gelukkig al wel eten voor vanavond. Heel lekker Hollandse pot. Gewoon aardappels, gehaktbal en boontjes en komkommer. En ik ben nog even langs de kringloop. Natuurlijk geweest. Laat jullie straks zien wat ik heb gescoord. En nou, dat even voor nu. Nou, dan zal ik jullie eens even laten zien. Ik hoop niet dat je last hebt van de waaien. Maar die staat zacht. Sorry. Wat ik heb gescoord. Allereerst dit leuke. Het lijkt net zo'n mini kussentje. Geborduurd stukje. Ik let daar wel vaker op. Meestal of het zit in een lijstje en het is heel duur. Of ik vind het niet mooi. Maar deze was lekker maar 75 cent. En ik vind hem heel leuk. Met een roos. Die ga ik een keer verwerken in een project bag. Dat is heb ik natuurlijk ook een keer gezien bij Kay van The Bakery Bears. Die had dan wel wat zelf geborduurd. Nou ja, daar heb ik nog geen geduld voor. Maar ik vond dat zo'n leuk idee. Ik denk, oh, dat is echt leuk om een keer te proberen. Dus deze komt in een toekomstige projectbag, pruidelbag. En dit leuke bord. Ik was een tijdje geleden met mijn zus aan het oppassen. Dus was trouwens 2 euro. Op de kat. En zij had van, dit bord had zij er eentje, maar meer met groen. En daar had ik toen een taartje op gelegd. En zat ik helemaal gezellig in bij die kat. Die dag regende het. Toen dacht ik, oh, leuk bord eigenlijk, weet je wel. Maar ze had er ook maar één van. En toen vind ik dus vandaag deze. Vond het wel een beetje duur, 1,99. Maar ik dacht, ja, ik vind het zo'n leuk bord. Ik kan daar dan heel erg van genieten. Dus dit wordt mijn bordje voor ontbijt en dat soort dingen. Hoop ik dat de kinderen eraf blijven. Moet ik hem eigenlijk op een ander plekje zetten. Nou, deze leuke gele mok. Ja, ik weet niet waarom. Ik kon het niet laten staan. 50 cent. Heel mooi groot. Ik drink elke ochtend mijn Brinta lepel ik eigenlijk uit een beker. En ik kies dan altijd, merk ik, de grote bekers. Dus dit is een lekkere grote beker. Dus ik denk, leuk geel. Toch meenemen. Eerst wil ik ook niet doen, maar ik heb het toch gedaan. Nou, dan hebben we deze leuke soepkom. Ik heb hier al
één mok heb ik hiervan. Die staat er in de kast. En die vind ik helemaal leuk. Ik wist ook dat er soepkommen van waren. En ze hadden er lekker maar één. Dan ben ik al blij, want dan hoef ik niet te kiezen. Want dan wil ik altijd weer meer. Dan wil ik ze allemaal. En deze was ook 1,99. Ietsjes duurder, maar goed. Ik heb hem toch meegenomen. Doe ik weer andere mokken soepkommen weg. Want ik vind deze echt een mooi model. Ik eet nog wel regelmatig, vooral in de winter, soepjes. Nou, dit leuke potje, kijk eens met die schaapjes. 50 cent, hier wil ik... Ik ben een beetje bezig met echte cactusjes. Ik zal het zo ook even laten zien. En dan doe ik dan in die leuke potjes. En deze ook voor 50 cent. Ik denk wel dat dit een action, ex-action is, maar ik vond hem toch leuk genoeg. Dus dat heb ik even gescoord bij de kringloop. En nu ga ik even koffie zetten. Kijk, dit bedoel ik. Dit is toch te leuk. Die inimini cactusjes had ik bij de IKEA gekocht vorige week. En nou ja, dat is dus wat ik er nou mee doe. In potjes zetten. In eierdopjes zijn dit. Super schattig. Nou, mijn sokken zijn droog. Dat ging heel snel. Ik had ze best wel nat opgehangen. En ja, ik vind het een nadeel dat deze... Dit is Scheepjes Metropolis. Kijk dan hoe dat lukt. Terwijl ik alles hetzelfde heb gedaan als anders. Dus dit worden afzaksokken. Ik vind het al mooi geblokt. Maar kan, ja, het is inderdaad wel mooi. Ze zijn, het lijkt nu wat platter. Nou, deze zijn inderdaad veel meer uit elkaar gegaan. En dus het, ja, het doet wel wat aan blokken. Maar ik ga dat nu niet bij alle sokken doen. Dat dan ook weer niet. Kijk dan, ontzettend grote sokken. En die flapsok, maar het is wel mijn maat. Dus ja. Daar is Poekie ook nog. Het is altijd zo, als je in de tuin gaat zitten, dan komen ze altijd wel bij. Zaadje ook net. Ging ik helemaal kroelen. Ging helemaal met hem kroelen. Nou, tijd voor koffie. Het is inmiddels donderdagavond. Het is erg warm. Ik heb een heel rood hoofd. Ik heb een koffietje. En ik heb een lekkere vla. Hier had ik gisteren al zin in. Gele vla. En daar ga ik nu even lekker van genieten. Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag. Is het vrijdag? Ja. We moeten de dagen in waren. Vrijdag 28 juni, 5:05. Ik ben net een half uurtje wakker. Ik heb overal jeuk. Volgens mij ben ik gestoken door allerlei muggen. Toch wel de waaier aangehad de hele nacht naast mijn bed. Want ja, ik vond het heel warm gisteren vannacht. Maar ja, door die waaier slaap je dan wat. Ja, ik slaap dan toch wat beter. Ik heb geen standaard. Ik hou mijn telefoon met de ene hand vast en een kopje met de andere hand. Ik heb een pakje. Oh ja, dit is mijn brintaartje natuurlijk. Ik heb al één kopje koffie op en ik ga nu mijn pakje opmaken en kijken welke erin zit voor vandaag. Dat was wel grappig. Er lag er al één in bed. Dat was deze, dus die ga ik... Ik heb de hele nacht opgeslapen. Dus die ga ik even openmaken. Kijk dan, dit is dit bruintje. En volgens mij... Ja, echt toeval bestaat niet, jongens. Hoe kan dat? Volgens mij was dit een leftover balletje van de Truida's strengetjes. En toevallig heb ik gisteravond met Truida zitten kletsen. En ik heb daarna de hele nacht over Truida gedroomd. En dit balletje lag de hele nacht bij mij in bed. Nee, hoe dan? Echt, hè? God, wat grappig. Ja, echt. Ik heb de hele nacht gedroomd. We hadden even gezellig gekletst. Ik vroeg of ik moed met haar was. En ik droomde vervolgens de hele nacht dat ik met haar op de camping was. Op de camping liep. Nou ja, goed. Het is weer... alles komt weer samen, zullen we maar zeggen. Oh ja, dat is ook nog wel even leuk. Ik had... een hele leuke pruilbek, een bruine gebloemde had ik gemaakt. Dat heb ik al een tijdje geleden in mijn vlogs laten zien. En ja, die tas, dat stofje vond ik ooit in Lossen bij de kringloop. Daar was er maar één klein stukje van. En dat was een tasje
Ja, van echt een heel vintage stofje. En natuurlijk dacht ik de hele tijd bij dat stofje, ja, dit is echt zo'n Sarah stofje. En altijd als ik haar tasjes, haar project bags zie, dan denk ik, ja, die tas die past daar eigenlijk precies bij. Maar ik vond hem zelf ook heel leuk en ik dacht, nee, in eerste instantie dacht ik, nee, die hou ik gewoon zelf. Die hou ik gewoon zelf. Maar ik dacht de hele tijd, ik kan het ook naar Sarah sturen, opsturen. En nou ja, lang verhaal kort, ik dacht, ik doe het ook. Ik heb zo ook zoveel van Sarah's filmpjes geleerd en ik kijk er altijd met heel veel plezier naar. En toen dacht ik van, nou, ik ga toch, die tas schreeuwde gewoon de hele tijd, ik wil bij Sarah wonen. Dus toen ging ik die tas, heb ik haar ook een berichtje gestuurd en gevraagd van, nou, mag ik haar wat opsturen? Dan heb ik haar dus die tas opgestuurd. Samen met een hele leuke bruine mok, ook een echte bruine Sarah mok. En daar had ik er twee van, dus ik heb er gelukkig nog steeds eentje. Die vind ik zelf ook heel leuk. En nou, een paar bolletjes en een kaartje. En dat liet ze gisteren in haar vlog, in haar dagelijkse filmpjes zien. Dus dat was zo leuk om. Ja, ik ben dan ook helemaal net zo'n klein kind. Om mijn naam dan te horen in haar vlog. En dat mijn tasje te zien in haar huis. En mijn mok in haar huis. Ja, Winnie vond het heel bijzonder. Dus nou, ze noemde natuurlijk ook mijn YouTube-kanaal. En nou, er komen natuurlijk allemaal nieuwe kijkers bij. Dus heel erg leuk. En dank je wel daarvoor, Sarah. Ik weet dat zij niet naar mijn filmpjes kijkt. Maar goed, dat geeft niet. Misschien dat ze het nu verandert. Maakt ook niet uit. Iedereen moet kijken wat hij zelf wil. Maar ik vond het echt super leuk. Dus dat was het moment van deze ochtend. Nou ja, ik ging even checken of het bolletje er inderdaad in zat. En ja hoor, het zit in die tas. Die zijn dus die heb ik van Trouda gekregen. Maar er ligt er nog een bolletje in mijn bed op mijn kussen. En dat is deze. En volgens mij is die ook. Deze was het volgens mij, hoorde daar ook bij. Maar dat weet ik niet zeker, maar het is toch ongelooflijk dat ik de hele nacht over haar zit te dromen en die bolletjes in mijn bed liggen. Sowieso deze. Deze zit sowieso in. Dat vind ik zo apart. Ik heb de hele nacht droomde ik dat ook. Dat is grappig. Ja, dit blaadje heb ik dan de hele tijd dat ligt op mijn bed naast mij. En ik weet niet, ik draai natuurlijk wel eens om. En dan ben ik met die kussens ook aan het slepen, want dan liggen mijn handen altijd op. En dan zijn ze gewoon in mijn bed beland. Ik vind het zo grappig. Maar goed, toeval bestaat niet, jongens. Ja, goedemiddag. Inmiddels is het vrijdagmiddag. Ik ben hier van weg geweest. Ik had wat willen filmen, maar heb ik helemaal vergeten. En toen kwam ik thuis en toen had ik ineens een ontzettende poetsaanval. Dus toen heb ik even hier om me heen alles gestofzogen. Ik heb de tafeltjes opgeruimd. Afwasmachine ingepakt. Ik heb de keukencounter, het aanrecht opgeruimd. En ik had echt het gevoel van, ja, ik moet eerst even een rondje opruimen, anders kan ik niet lekker zitten. Herkennen jullie dat? Dat je dan, ik zit dan op een gegeven moment niet meer lekker in al die rommeltjes. Nou, dat was ik een uur mee bezig. En nu ben ik een Cindy truitje aan het breien. Ben ik al heel lang geleden mee begonnen. Dat is een heel leuk patroontje. Dat heb ik ooit via Etsy volgens mij gekocht. Susie Designs. Ik heb het wel eens in een podcast laten zien, maar nu breng ik hem van deze van West Yorkshire Spinners, wat ik over had, vanuit Engeland, Sarah Rhodes is dit. En nou, mevrouw Cindy, die zit hier te wachten tot de trui klaar is. Ja, ik hou even de hand voor de tietjes, want dat mag natuurlijk niet, hè, bloot. Ik dacht, ik heb een leuke nieuwe trui. Ze had een hele warme wintertrui aan, maar dat was een beetje too hot. Nou, dat. Het is lekker afgekoeld buiten. Heerlijk. Ik ging op de fiets zonder jas, gewoon een t-shirt. Nou, op een gegeven moment dacht ik, het is echt best wel een beetje fris, maar het was heel lekker. Ik had het echt even nodig. Even, hoe heet het? Even, ja, die hitte uit mijn huid. Ik had het echt heel warm. En, nou ja, dit Cindy-truitje ga ik afbreien. En ik zie jullie later weer op een ander moment. Ik ga even een vlog kijken van de Crazy Sock Lady. Tada! Kijk, ik heb het truitje af. Het is altijd meer werk dan ik denk van tevoren. Ik ben nu echt de hele middag bezig vanaf het, ja, hoe laat was het? Een uur of 1:30 dat ik ben begonnen. En ik had het begin dus al gemaakt. Maar hoe leuk. Ik heb alleen nu wel een 3/4 mouw gedaan. Ik moest eigenlijk nog 10 rijen langer.
Maar ik dacht, ja, het is zomer, dus ja, super leuk. Ik ga hem nu even blokken. En dan leg ik hem even buiten te drogen. Dan krult het randje wat minder op. En ik vind het zo leuk. Ik denk dat ik er nog één ga opzetten. Ja, ik heb de laatste tijd veel te weinig voor de Cindy's gemaakt. Nou, mijn Cindy's echt heel veel kleertjes. En ze hebben ook alles. Elke Cindy heeft ook een gebreid dingetje aan. Maar ja, super schattig. Heel leuk ook in dit wolletje van West Yorkshire Spinners. Kijk, schattig, hè? Leg ik altijd helemaal op een oud kussen. Buitenkussen. Die is al heel oud. Die heb ik al heel lang. En nu ligt hij te blokken. Goh, wat schattig. Had ik alweer veel eerder moeten doen, dit. Maar ja, soms voel je het niet en dan doe je het niet. Goedemorgen. Het is zaterdagochtend, rond 1 uur of 7:30 denk ik. Ik was vroeg wakker, 7 uur. Maar ik ging ook vroeg slapen. Ik weet niet wat ik had. Ik was heel moe ineens gisteren. Dus ik was om 9:30 aan de bed gegaan. Het was nog niet donker, maar goed, ik viel wel in slaap. En Cindy's truitje is droog. Die hebben we geblokt. En nu heb ik zin om de hele dag nog meer van deze leuke Cindy truitjes te breien. Het is een heel leuk patroontje. Ik heb alweer een nieuwe opgezet. Ik denk dat ik de volgende zonder pico etching doe, met een gewoon randje. Maar het is echt een super leuk patroontje. Heel slim bedacht. En nou, helemaal leuk. Ik krijg het er niet helemaal in beeld, jongens. Sorry. Koffietje heb ik. Tweede koffietje. En ik ben aan het breien natuurlijk aan mijn Northeasterly Blanket. Het is een stukje afgekoeld. Het was lekker net buiten. En vandaag wordt het wel weer lekker. Vanmiddag ga ik bij mijn vriendin op visite, want die is jarig geweest. Nou, tot later. Toch spontaan even koffie drinken met mijn andere vriendin bij mij aan het eind van de straat. Ja, zomaar. Omdat het kon. Maar de tijd, zat tijd. En ik wil kijken, ze de mooie bloemen. Heerlijk. Oh ja, dat was wel jammer. Ze waren aan het mesten. We wilden buiten gaan zitten, maar dat was echt niet te doen. Zaterdagochtend. Dus toen gingen we toch maar binnen zitten. Ja, goedemiddag. Nou, het was even een spontaan visitetje bij mijn vriendin. En nu ga ik naar mijn andere vriendin. Vanmorgen gingen we dus naar de ene vriendin. Nu naar de andere. Ik heb een rokje gekregen van mijn vriendin. Die had ze nooit aangehad. En ik ben helemaal blij mee. Dus de outfit of the day. Het is heel warm, lekker warm. Ik ga nu fietsen. En ik zie jullie later. Tasje met cadeautje mee. Ja, ik dacht, ik ga jullie even een stukje meenemen onderweg. Ik sta weer op het oude vertrouwde plekje. Ik had de hele tijd niet meer langs gefietst, omdat mijn fiets natuurlijk al 100 jaar kapot is. Kijk, ze zijn aan het gieren. Hoe noem je dat? Gieren. Dat deden ze bij mijn vriendin ook. We wouden vanmorgen buiten gaan zitten, maar helaas is die net die giertank over het weiland geweest. Dus van nood moesten we binnen zitten. Nou, het is heel warm en ik ben er bijna. Goedenavond. Het is zaterdagavond. Ik denk rond 1 uur of 8:30. Nou, 9:50. Ik heb nog eens in die truitje ben ik aan het breien. Het lijfje nu af. En ik denk dat ik deze met echt korte mouwtjes doe. Of doe ik toch weer mouwtjes? Oh, moeilijk. Maar goed, ik voel me niet heel fit. Ik ben heel moe de hele tijd. En gisteren ook al. Vandaag een beetje zeer keel, dus ik ga lekker alleen maar dit breien. En als ik zin heb, ga ik nog even een paar toertjes aan mijn spruidelsok doen. Scrappy spruidelsok. En dan niet meer. Dus ik heb vandaag en gisteren alleen maar aan deze twee dingen gebreid. Weer heel anders dan ik dan van plan ben. Ik ben van plan om elke dag zoveel toeren aan de sjaal te breien. En wat doe ik vervolgens? Ik doe helemaal niks aan de sjaal. Soms kan ik maar beter helemaal geen planning hebben. En gewoon kijken waar ik zin in heb. Dat is het beste. Dus ja, helemaal leuk. Dit is dat wolletje waar ik mijn sokken van heb gebreid. Ik heb er nog maar zo'n klein beetje van over. Dus ik weet niet. Ja, ik denk nog wel dat ik hier die mouwtjes uit kan breien. Anders maak ik ze gewoon wat korter. Maar ik moet wel weer die pico edging doen.
En dat kost wat meer garen. Dus even kijken hoe ver ik kom. Of ik ga gewoon één rondje of twee rondjes en dan gelijk pico edging. Nou, we gaan het zien. Jullie gaan het zien in de toekomst. Goedemorgen. Het is zondagmorgen, heel vroeg. 7 uur volgens mij. Rond 7 uur. Koffietje al op. Ik heb Brinta. Het is iets later. Het is 7:10. Ik had de wekker gezet. Want we gaan naar de rommelmarkt. Maar die had ik niet gehoord. Dus toen werd ik om 7:10 wakker. En ik wil om 7:15 ongeveer bij mijn vriendin zijn. Dan gaan we nog even koffietje doen. En daarna gaan we naar de rommelmarkt. Bij Vliegveld Twente. Het heeft wel veel geregend. Dus hopelijk is het zometeen een beetje droog. Alleen ik heb heel erg zeer rug. Heel af en toe heb ik dat. Dan is het mijn rugpijn zo. Dan schiet het er eigenlijk soort van in mijn linkerbil of zo. Dus ik kan haast niet lopen. Dus ik hoop dat ik dat zo een beetje losloop als we gaan. Nou, het balletje van de dag viel er al af. Ik heb hem uitgepakt. Dit restje. En handgeverfd garen heb ik ooit in mijn swapjes gekregen. En dit balletje had ik in bijna 3 swaps of zo. Daar heb ik echt heel veel van. Maar goed, die is helemaal leuk. Die ga ik erin breien. Ik weet niet of dat lukt voordat ik wegga. Maar we gaan het proberen. Nou, dat was het even voor nu. Nou, we gingen iets later weg, want het was toch wel lang aan het regenen. Ik geloof dat we om 9:30 waren. Normaal gesproken was het dan heel druk, was de auto al niet meer kwijt. Maar het was helemaal niet zo druk in het begin. Het was heerlijk rustig. Dus we konden mooi overal rustig langs. Maar het is zo lang, het is op een landingsbaan. Volgens mij is het wel 3 kilometer. Ik heb het niet nagecheckt. Maar toen we de linkerkant gingen teruglopen, was het inmiddels wel heel druk en heel warm enzovoort. Maar wat een leuke markt. Erg een dikke aanrader. Eind juli is die volgens mij nog een keer. Dus als je in de buurt bent van Vliegveld Twente, ga vooral even googlen wanneer het is. Want het is zeer de moeite waard. Er stonden heel veel Duitse kramen, Nederlandse kramen, nou ja, antiek rommeltjes. Je kunt je hart. Ja, het is gewoon heerlijk. Deze mensen stonden een beetje afgelegen in een hoekje, maar wel. Zag er wel ja, goedemiddag. Eindelijk ben ik weer thuis. Nee, ik ben al een tijdje thuis. Ik ben al een uurtje thuis. Het is 3:30 zondagmiddag. Oh, die rommelmarkt, die was zo groot en lang en veel. Ik ben daar wel eerder geweest. Met mijn moeder ging daar ook altijd heen. En met mijn vriendin ben ik er nu ook al een aantal jaren geweest. Maar het was vandaag wel echt oneindig lang. Ja, mijn rug doet nu zo zeer, dus dat is wel echt balen. Ik kan het echt niet volhouden. En hier had je ook, omdat het op de Twente, op Vliegveld Twente is, dus één lange landingsbaan, had je ook weinig. Ja, voordat we ergens konden zitten, was het gewoon bijna aan het eind. Dus ik ben helemaal naar de K. Maar goed, ik heb wel een paar hele leuke dingen gescoord. Onder andere, ja, je gelooft het niet, deze mok. Het is volgens mij een Bunslow-mok, maar het staat op Made in Poland. Sommige Bunslow-mokken staat het niet op, hè, dat het Bunslow Castle is. Maar goed, het is hetzelfde servies. Helemaal leuk. Ik heb er nog eentje van. En deze zag ik staan en toen dacht ik, oh, die meisjes hebben denk ik geen verstand van. Die hadden namelijk heel veel andere spullen. Gewoon jonge meisjesspullen. En dit kopje stond ertussen. Dus toen dacht ik, oh, ik heb wel een kans dat dit niet heel duur is. En ja hoor, 1 euro. Dus ik ben helemaal blij. Dus daar drink ik nu mijn koffietje uit. Ik vind het erg leuk. Heerlijk. Ik kom ze ook niet zo heel vaak tegen. En als je ze tegenkomt, nee, ik kom ze eigenlijk nooit tegen. Dan, nee, ik heb volgens mij eentje heb ik er met stippen. Ook uit Polen, Hent, ja, dat Poolse servies. En nu kom ik hem tegen, dus voor 1 euro. Maar daarvoor had ik al deze gescoord. Een appeltje. Moet niet laten van. Oh. En dit is dus ook handmade in Polen. En die vrouw zegt, daar kun je een appeltje in doen in de magnetron. Volgens mij. En dan kun je appeltje warm maken. Er zitten gaatjes in. Nou, hoe leuk.
Nou, weet ik niet zeker of ik het daarvoor ga gebruiken. Maar deze vond ik ook helemaal top. Deze was 4 euro. Die vrouw zegt, ja, ik vind het wel heel leuk. Zeg, maar ik heb er verder niks van. Dus, nou, dan heb ik nog twee leuke kleine mini-eierdopjes. Voor, ja, daar had ik een paar van. Ja, het zijn eierdopjes, maar ik gebruik dit voor cactusjes, mini-cactusjes in te zetten. En deze. En ik vond mij waren die, ja, ik weet niet meer, euro samen of zo. En deze Fleur, Fleurineke. Dit is geen Cindy. Die lijkt wel op Cindy. Dit is de Nederlandse Cindy van vroeger. Deze ziet er eigenlijk ook nog heel goed uit. Ze heeft heel mooie wangetjes. Dus die ga ik even leuk de harenkamer. En ze heeft wel een Cindy KLM setje aan. Kan ook wel zijn dat Fleur dit in de jaren 70 had. Dat weet ik niet meer zeker. Maar die ziet er heel nieuw uit. Dus ik dacht, nou, ik vind dit popje toch... Deze was 2 euro. Die ga ik hem helemaal leuk de haartjeskamer aankleden. Andere kleertjes aandoen, want ik hou niet van deze kleertjes. En dan wordt ze vast een hele leukert. Dus dat is mijn score voor vandaag. Ja, dat is echt, het is een super leuke rommelmarkt. Nou ja, dat, dus als je in de buurt woont, heb je een keer de kans om erheen te gaan. Dat is zeker een aanrader. Wat een kilometer. Ik denk dat ik wel 20.000 stappen heb gezet. Nee, dat is overdreven. Maar ik zal straks even in de app kijken. Maar je slentert naar langs die kraampjes. Hè. Dus je bent wel... Ja, je bent gewoon moe. Je was gewoon, met mijn rug is het gewoon niet ideaal. Mijn hernia. Dus ik ben nu helemaal kapot. Ik hoop niet dat ik vannacht wakker lig van de pijn. Maar goed, dat gaan we zien. Goedemorgen. Ja, het is maandagmorgen. Ik lag alweer heel vroeg in bed gisteren, om zondag om 9:30. Ik weet niet wat ik heb. Ik ben de laatste tijd heel moe. Ik heb een heerlijke mok met mijn brintaartje. Ik ben wel niet jarig, maar er staat wel een taartje op mijn mok. En een koffietje heb ik al op. En nou ja, dat doen we straks wel weer een tweede kopje, maar dat doe ik al pas later. Ja, ik wou een pakje uitpakken. Ik wou even laten zien dat dit de laatste... pakjes zijn. Het gaat nu snel. Ik had deze al gepakt. Ik was gewoon een prutje om hem open te krijgen. En toen dacht ik, oh nee, ik kan wel even filmen. Even een stukje filmen. Ja, ik weet niet. Ik ben s'avonds echt... een paar weken ben ik echt s'avonds helemaal kapot. En dan lig ik om 9:30 al in bed. Terwijl het nog zo lang licht is. Dus dat is best wel gek. Maar goed, ik heb het toch wel... Ja, redelijk goed geslapen. En om 7:00, 6:15 werd ik wakker. Dacht ik, nou, dat is toch alweer genoeg. Het is een heel inimini stukje. Het lijkt altijd heel weinig, maar vaak als je begint te breien... Oh ja, dat is ook een leuke. Volgens mij heb ik die ook weer over van... Ja, ik weet het niet meer precies. Over van een of andere swap. Kijk daar, inimini. Maar ik ben benieuwd hoeveel het is. Als het meer valt, dan kan het zijn dat ik nog een balletje doe. Later deze ochtend... Oh ja, ik dacht natuurlijk, waarom ben ik zo moe? Maar ik was natuurlijk gisteren naar die rommelmarkt geweest. En ik had eigenlijk best wel een druk weekend. Zaterdagochtend gingen we spontaan met mijn vriendin koffie drinken met de 4 vriendinnen. Toen ging ik 's middags naar de verjaardag. En dan zit ik toch, ja, toch bij beide. Bij beide zit ik dan gewoon niet zoals ik... Ja, thuis zit op de bank met de benen recht vooruit. Dus vooral bij de tweede visite zat ik op de bank, op een buitenbank. En zat ik een beetje scheef de hele tijd zo te kijken. Want mijn vriendin zat dan rechts naast mij. En ik had zo'n zeer rug toen ik terugkwam. Dus en toen ging ik gisteren ook nog naar die rommelmarkt. Dus die rug deed gisteravond zozeer dat ik moest wel gaan liggen. Ja, en als ik ga liggen... Toen wou ik nog een vlogje kijken, maar toen dacht ik, nou, ik ga slapen, want ik kan helemaal niet meer, ik ben zo moe. Dus dat is misschien ook wel een beetje de reden, hoor, dat ik, ja, dat ik dus zo vroeg in mijn bed lag. Dat was echt even nodig. Nou, deze streepjes heb ik er al ingebreid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 waren dat. En ik doe er nog geen, want ik vind het wel een beetje weinig anders. Dus dan schieten we maar mooi iets meer op. En dit is deze.
Volgens mij is dit een restje van de Westjokje spinners. Kan dat zijn? Ja, van de swap van vorig jaar. Van Roel, die ik met Roel had. Hier weer even bij de kringloop. En deze leuke breiboeken heb ik allemaal niet gekocht. Wel heel verleidelijk. Eén boekje laat ik zo wat duidelijker zien. Deze, het gebreide dieren. Maar ik ging even zitten en kijken van ga ik dit daadwerkelijk breien? Toen dacht ik nee, dat ga ik niet doen. Want ik heb ook nog een ander boekje een tijdje geleden gekocht. Dus ik heb ze even leuk uitgestald. Ik dacht misschien valt het meer op. En nu fiets ik weer naar huis. Goedenavond, het is maandagavond. En ik realiseerde mij ineens dat ik precies een jaar geleden, op 1 juli, met dit vakje ben begonnen. Dat ik dacht, van, ik ga nog een Cozy Memories blanket breien. Dus ik dacht, oh, dat is wel even leuk misschien om dan nu een foto te gaan maken. Ja, hoe ver ik ben gekomen in 1 jaar tijd. Ik ging hier natuurlijk niet elke dag aan breien. Maar ik was vorig jaar 1 juli al benieuwd hoeveel progress zou ik hebben gemaakt in 1 jaar tijd. Dus dat ga ik even op de grond zo vastleggen. Oké. Dit is mijn progress van 1 jaar. Nou, ik heb ze niet geteld. Maar ik vind het toch wel even leuk. Ik kreeg namelijk een herinneringsfoto. Dat ik dus vandaag met het eerste vakje, of ja, een jaar geleden met het eerste vakje was begonnen. En ja, als je dus af en toe de aanbreidt, niet elke dag, dan kun je dus best veel doen in 1 jaar tijd. En nou is mijn doel met deze deken ook niet dat hij, ja, hoeft eigenlijk, maakt me niet uit. Ik brei eraan wanneer ik zin heb. Ik heb deze leuke bolletjes nog van Esther. Eén zakje heb ik helemaal opgebreid aan die kant. En misschien ga ik vandaag of morgen weer een bolletje eruit pikken. En dan gaan we dat laatste vakje dichtmaken. En dan weer een rijtje ernaast, denk ik. Dus dat wil ik even laten zien. Goedemorgen. Het is dinsdag vandaag. 6:50. Ik was al om 6:50 wakker. Ineens hoorde ik een boom of zo. En toen dacht ik, huh? Nou, toen ging ik kijken of ik wat zag buiten, maar ik zag niks. En toen dacht ik, ja, ga ik nog wel omdraaien of ga ik gewoon lekker wakker worden? Nou, dat laatste is het geworden. Ik vind het toch stiekem wel lekker dat je vroeg in de ochtend lekker even rustig de tijd om te breien. Dus dat gaan we doen. Ik heb gisteren dit vakje, deze twee stukjes gedaan. Ik moet nog wel een heel klein stukje van dit laatste stukje moet nog even opbreien en dan een nieuw bolletje aanhechten. Dus die ga ik nu pakken. Die doen we. En de bolletjes zijn bijna op. De laatste bolletjes. Oh ja, en ik ga zo ook even een vakje breien in de handgeverfde garen. Mijn blanket, want ik realiseerde me dus inderdaad gisteren dat het precies een jaar geleden is dat ik daarmee begonnen ben. Ook wel even leuk. Ik ben benieuwd wat we hebben vandaag. Oh, dit is volgens mij. Heb ik die niet al gehad? Nee, dat denk ik toch niet. Dat ik dat denk dat ik die heb gehad. Maar dit is mijn Arwetta garen wat ik in Denemarken had gekocht. Dit restje. Die zit in een sjaal van mij. En die heb ik volgens mij inderdaad nog niet in deze deken gebruikt. Ik dacht er toen een keer. Die nou wel, ik zie hier wel rood. Nee, dat is wat anders. Nou, maakt niet uit, we gaan er gewoon wel inbreien, want ik heb die restjes toen allemaal uitgezocht. En ik dacht dat het allemaal restjes waren die nog niet in mijn deken zaten. Dus die ga ik straks doen als die andere klaar is. Nou ja, ik heb dus al een koffietje op en een Brinta. En nou, we gaan daar, als het goed is, ga ik straks naar mijn vadertje. Tot later. Nou, ik heb mijn rijtjes weer gebreid. Het is altijd, ook al lijkt het als zo'n heel klein fluddeltje. Kijk, dit was het hele stuk. Het is nu, ik heb hem helemaal opgebreid. Helemaal leuk. Ik vind het mooi, het is een heel fijn wolletje. Arwetta Filcolana is dit. Toch eens even weer, ik heb er nog 2 in mijn voorraad. Toch eens even kijken of ik daar nog eens een keer wat mee kan doen. Maar goed, we hebben heel veel voorraad, dus... Het zal nog wel even duren. Inmiddels is 9:50. Mijn vorst, dan was ik om 6:30 al wakker. Het is al. Dus ik heb gebreid. Ik heb vlogjes gekeken. Ik heb koffie gehad, ontbijt. En dan
Die tijd vliegt. Hoe kan dat? Ik wil altijd dat die ochtend heel lang duurt. Maar ik ga er nu dus ook uit. En nou ja, dat dus. Zo, ik ben onderweg naar mijn vader. Ik heb een andere weg gefietst dan ik anders doe. Maar kijk dan, het regent alweer. Het was even droog tussendoor. Dus we gaan gauw verder. Hallo, goedemiddag. Het is dinsdagmiddag inmiddels. Het is eindelijk droog hier in Hengelo. Het was de hele ochtend aan het regenen. Nou ja, als je goed is, hebben jullie dat kunnen zien. Ik ben wel naar mijn vader gefietst, ondanks de regen. En ik ben nu al een tijdje thuis. En ik heb eerst een tijdje gezeten. Toen weer huishouding gedaan. Toen weer gezeten. En toen weer huishouding gedaan. En nu zit ik lekker... dinsdag is eigenlijk altijd wel mijn sokbreidag. Dan ga ik altijd de hele dag sokken breien. Neem ik mijn tasje altijd mee naar mijn vader met een sok. En dat was deze sok, dus die ben ik nu aan het verder breien. Daar ga ik ook lekker mee verder vandaag. Ik heb een aantal projecttasjes naast me staan. En er is voetbal op vanavond. Nou ja, ik denk wel dat ik even ga kijken, maar het interesseert me ook eigenlijk niet zo heel veel. Ik hoop wel dat ze winnen natuurlijk. Mijn oudste die gaat kijken bij vrienden en mijn jongste die gaat wel thuis kijken. Maar dat doet hij boven, dus ik heb er echt verder geen last van. Ja, en ik was mijn huishouding aan het doen en ik werd helemaal chagrijnig, want ik dacht, wat is het toch ook altijd? Dat is ook nooit klaar. Het is hier nooit netjes voor mijn gevoel. Altijd weer was, altijd weer de volle afwasmachine. Dus ik was een beetje chagrijnig was ik ervan. En toen dacht ik, nou, maak gewoon af waar je mee bezig bent. Ga gewoon snel weer zitten breien. Lijkt me toch wel heel leuk. Lijkt me een beter plan. Daar word ik niet zagrijnig van. Oh ja, ik wou het laten zien. Ik ben steekjes aan het opnemen. De ene kant heb ik al gedaan. En de andere kant ga ik nu doen. Ik heb nu zoveel... ik noem het altijd de Hollandse hiel. Ik weet niet eens zeker of dit... dit is gewoon de manier hoe ik het geleerd heb van Tim Zalot. Van het Huis van Handwerken van Lea. Ik doe wel sommige dingen inmiddels anders. Maar de basis heb ik daarvan geleerd. En ik heb nu zoveel Hollandse hielen gebreid, ja, dat het gewoon automatisme is. En dat ik het gewoon, ja, dat kost me geen moeite meer. Ik kan erbij weglopen, heerlijk. Dus hoe meer je doet, hoe zekerder je wordt. En je wordt steeds beter in. Ook die gaatjes hier in de hoeken, dat die niet zichtbaar zijn. Dus het sokkenbreien wordt alleen maar leuker als je het vaak doet. En kan ik nog elke sok word ik eigenlijk weer handiger en beter. En dat wou ik even vertellen voor nu. Tot later. Ik viel bijna in slaap en toen dacht ik, ja, je vannetje, dan moet je even een appel eten. Een appel met koffie en een glas water krijg ik altijd energie van. Dus we gaan het even weer testen. Ik zat bijna te tukken op de bank. Dus dat ga ik even doen. Tadaa! Mijn kerstversie tasje is ook klaar. Deze had ik vorige week al geknipt. Totdat al mijn naalden waren geknipt van de naaimachine. En toen had ik nieuw gekocht bij de Hema. Maar die werkte niet bij mij. Die naald, elke keer brak de draad. En het was ook heel moeilijk om de draad door de naald te krijgen. Dus die ga ik terugbrengen. En heb ik andere besteld van het merk wat ik al had. En die doen het. Prima, dus het lag aan de naaimachine naalden. Deze tas had ik, die polam weer aan natuurlijk. Deze is iets dieper dan die andere die ik had gemaakt van de stofjes van Janna. Want hier had ik meer van en ik heb hier natuurlijk ook een stuk onder gezet. Ik moet nog wel even op zoek naar een nieuwe drawstring, want die zijn, ik heb niks meer wat erbij past. Ja, bruine veertjes, maar dat vind ik niet mooi. Dus dat... Dat komt nog wel en ik ben er heel blij mee. Ik heb deze stof, daar had ik het meest van aan de binnenkant gedaan. Dat was een beetje een stevig stofje. En ik heb alleen één fout gemaakt, zag ik. Hier zijn hartjes mooi naar beneden, dus rechtop. En aan de binnenkant hier ook, maar aan de andere kant staan ze op de kop. Dus dat is een beetje een kleine fout. Ja, daar heb je dan weer. Als je niet er direct mee doorgaat, merk ik altijd, als je het laat liggen... Dan weet je eigenlijk niet meer waar je gebleven bent en dan ga je dat soort foutjes maken. Nou, hier zit het ook heel klein beetje scheef, maar goed, dat is mezelf, het is voor mezelf. Dus heel blij mee. Ik vind Christmas in July, dacht ik. Dus ik heb mijn eerste kersttasje af. Hij is mooi, wat ik zeg, mooi wat dieper.
En ik ben helemaal blij mee. Leuk. Dus ik had ineens zin om even te naaien. Ik doe nu elke keer een kleine stukjes. Niet zo lang achter elkaar. In verband met mijn rugpijn. En nu ga ik koken. Vanavond is voetbal op. Maar ik ga dus niet kijken. Want mijn vriend zei, kom je een toetje eten? Ja, natuurlijk. Hij kijkt ook nooit naar de voetbal. Dus ga ik kijken hoe andere mensen... ga ik fietsen. Kijken hoe andere mensen gaan... aan het voetballen zijn, wou ik zeggen. Naar de voetbal aan het kijken zijn. Goedemorgen. Het is woensdagmorgen. Het is 7 uur, werd ik wakker. Het is inmiddels 7:15. En kijk eens, mijn pakjes zijn bijna op. En dat betekent dat ik bijna op vakantie ga. Ik wil die vandaag. Stom, je hebt altijd eentje, dat valt van direct in je oog, die je wilt openmaken. Ik heb wel weer redelijk goed geslapen, gisteren nacht ook, vannacht ook. Het is natuurlijk een stuk koeler, ik denk dat het daar ook mee te maken heeft. Ik had geen last van muggen of... Ik ben met één keer wakker en toen dacht ik, volgens mij word ik nu wakker omdat ik inderdaad het heel warm heb. Dus een opvlieger heb. Vannacht, hoe laat was dat dan? Ik weet niet meer, 3 uur of zo. En verder heb ik eigenlijk prima geslapen, jongens. En ik ga kijken wat dit is vandaag. Oeh, dat is een hele mooie. Dat is ook weer een stukje dat ik over heb van een swap. Dit is handgeverfd. Die zit al in die andere deken. Ik heb hem volgens mij zelfs al 2 keer gebruikt. Mijn ene Cozy Memories blanket. En volgens mij ook in die nieuwe, maar dat weet ik ook niet zeker. Want misschien was het niet genoeg. Maar goed, dat geeft niet. Dan gaan we vandaag lekker in mijn deken breien. En ik ga straks nog even aan het eind... met jullie kletsen. Hoop dat de vlog niet te lang is geworden. Maar, de Adpoekie-licht is net weer binnen. Of nou ja, ik weet niet of ze net weer binnen is, want ik had het raam open, dus misschien was het al hangen. Waarom lig je altijd met de kont naar mij toe, Poekie? Kom je ook even gezellig andersom liggen? Nee, dat doe ik lekker niet. Dus vandaag wordt het niet zo mooi weer, volgens mij. Ik hoef niet weg, in principe. Ik heb vandaag een beetje een rustige dag. Ik heb de boodschappen voor het eten al in huis. Dus ik wil een beetje aanrommelen in huis. Laten we dat zeggen. En vanmiddag ga ik mijn vlog editen voor morgen vroeg. En ik laat jullie straks zien hoe ver ik met mijn walletje ben gekomen. Ja, goedemorgen. Daar ben ik weer. Het is woensdagochtend. Ik weet niet hoe laat. Ik denk 9:30 ongeveer. Ik dacht, ik ga ter afsluiting van de weekvlog nog even een koffietje met jullie drinken. Dus het zit in deze lekkere, verkreukelde beker. Het is heerlijk weer. Het is 14 graden. Hier in Twente is het droog nog. Ik geloof wel dat het vanmiddag gaat regenen. Ja, en ik dacht, ik klets even een beetje bij. Omdat ik natuurlijk de hele weekvlog altijd film vanuit het andere perspectief van wat ik zie. En nu zien jullie mij even. Dus dat vind ik wel leuk, die houden we erin. Het is heerlijk cool. Oh, ik hou ervan. Vorige week was natuurlijk ook die zomerse dag, vind ik ook heel lekker hoor. Maar ik vind het zeer fijn dat het afgewisseld wordt met dit soort dagen. Even weer bijtanken. Ik heb heel goed geslapen de laatste 2 nachten. Doordat het veel frisser was. Ik had geen last van muggen. In de zomer word je toch echt heel erg gepest altijd. Door muggen, spinnen in je huis, slakken bij de voordeur. Nou ja... Iedereen kent het wel. Ik heb weer, ik weet niet hoeveel gefilmd deze week. Ik denk wel weer dat ik rond 1 uur ga zitten. Heb ik veel gebreid? Ja, ik heb aan de ene kant, tuurlijk heb ik gebreid, maar ik had het gevoel dat het deze week helemaal niet opschoot. Dat ik elke keer werd onderbroken door iets anders, door huishouding of door... Dat ik een leuke dagje wegging. Dat zijn natuurlijk ook leuke dingen. Als het goed is, heb je dat allemaal al gezien. En, dus ik heb voor mijn gevoel eigenlijk niet zo heel veel gebreid. Maar ik had wel... ik heb 2 dingen waar ik even over wil kletsen. En dan moet ik even mijn boekje erbij pakken. Oh ja, het is natuurlijk vandaag 3 juli. En op 1 juli begon de Pruddelberg Sokmaal. Dat houdt in als je voor het eerst hier bent, want ik heb een hele bult nieuwe kijkers, nieuwe volgers, nieuwe abonnees. Welkom, leuk dat je erbij bent.
Ja, ik organiseer een pruidelbek sokmel en dat duurt het hele jaar. Dus er is geen haast bij. De bedoeling is dat je leuke vintage oude stofjes, nieuwe stofjes, wat je maar wil. Maar in ieder geval stofjes die je niet nieuw in een, het liefst niet nieuw in een winkel gaat kopen. Want die zijn gewoon best wel duur. Maar gewoon wat je nog in huis hebt, een oud dekbed overtrek. Of je gaat even lekker naar de kringloop en je scoort een leuk stofje of meerdere stofjes. Dat we daar dan een project bag van gaan maken. Dat is dan de make-along. De tutorial heb ik een aantal keer gelinkt. Zal ik vandaag ook weer doen. Zowel de Engelse als de Nederlandse versie. Die van Ellie zal ik ook linken. Want daar heb ik het ooit van geleerd. Ellie van Little Drops of Wonderful. Ellie. En ja, ik heb daar zoveel plezier in zelf. Dat ik van zo'n stukje stof. Ook al zijn het soms maar zo van die kleine stukjes van... Nou ja, het kan al wel 25 bij 25 kan al genoeg zijn. Daar kan je gewoon een heel leuk tasje van maken. Nou, mensen die langer kijken, die weten dat natuurlijk al. En de nieuwe kijkers, die zijn misschien nieuwsgierig en denken, hé, maar dat lijkt me leuk. En dan gaan we in dat jaar ook in die tasjes gewoon lekkere scrappy socks breien. Dus alle restjes sokkenwol die je hebt, die je gekregen hebt, die je geswapt hebt, of heb je misschien nog niet zoveel. Ja, je kan ook met drie restjes, drie soorten bolletjes... restjes sokken wel leuke sokken maken. Dus dat is de make-along. Het is een make-along. Dus als je haakt of je naait alleen, mag je natuurlijk ook meedoen. En als je denkt, nou ik kan niet naaien, maar ik wil wel een tas maken, mag je ook een tas haken of breien. Dus laat je creativiteit los, daar gaat het eigenlijk om. En kijk wat je kunt doen met de middelen die je al hebt of die je vindt in een kringloopwinkel of op de rommelmarkt. Nou, het seizoen van de rommelmarkten breekt natuurlijk aan. Het is heerlijk. Wij hebben een heel aantal in het vooruitzicht. Daar hebben we heel veel zin in. En dus ja, laat je gedachten. Ja, probeer gewoon leuk mee te doen. Oh ja, ik heb al een aantal mensen zijn al leuk mee aan het doen. Die hebben ook al een foto geplaatst. Maar wat het belangrijke is, als je de hashtag pruidelbag sokmel, ik zal het hier onder in beeld nog zetten. Vermeld dan ook, tag mij in het bericht. Als je, volgens mij, als je aan het eind van het bericht klaar bent, dan staat de tag iemand en dan kun je mij kiezen. Want daar zie ik jouw foto. Want ik heb natuurlijk best wel veel mensen, volg ik en andersom. Dus ik kan het niet allemaal zien. Ik zie ze gewoon niet allemaal voorbij komen. En dan gaan we in dit hele jaar, ga ik vier keer, denk ik, drie of vier keer, dat weet ik nog niet precies, ga ik een keer een giveaway doen. En dan kies ik gewoon een foto uit. Hoe ik dat ga doen, weet ik ook nog niet. Maar ik denk dat ik gewoon... ja, misschien laat ik mijn vriend wel kiezen. Die één keer in de soft tijd. Ik heb al een donatie van een prijs. Van Liane, van Steekjes en zo. Dus is nog niet binnen. Maar als die binnen is, zal ik het volgende week laten zien. Dus de eerste prijs voor de Pruidelbek sokmel is al binnen. En nou, ik ga gewoon wat leuke dingen, pakketjes maken. Om dan af en toe in het hele jaar een giveaway te doen. Even een slokje koffie. Ja, en dan was er nog iets wat ik wil gaan doen. Zoals jullie weten, de meesten wel weten, ben ik helemaal fan van de Virtues Unite. Een sjaal van Steven West. Dit is mijn tweede exemplaar. En dit is mijn eerste exemplaar. Oh, ik laat het nu wel heel snel zien, denk ik, maar ik zit weer op die tijd te letten. Dit is mijn eerste exemplaar. Deze heb ik helemaal gebreid van Merino wol. En ik heb er nog één gebruikt, maar die ligt in de winteropslag. Daar kan ik niet bij. En ik heb weer wol al heel lang geleden in januari gekocht voor een vierde exemplaar. Dus nou lijkt het me leuk om 1 september te beginnen met een Virtues Unite make-along. Dit houdt ook wederom in dat je zelf het patroon koopt bij Steven West. Het is een Engels patroon, dus je moet wel... de Engelse breitermen leren. Maar goed, je kan, als je niet weet wat er staat, kun je het googlen. En dan staat zo de vertaling. En dan denk je, oh, dat moet ik doen. Dat is eigenlijk heel simpel. Dus ook een uitdaging voor jullie mensen die dat niet zo goed kunnen nog. Om toch die Engelse breitermen te gaan leren. Want dat is echt veel fijner dan de Nederlandse. En dan gaan we 1 september beginnen met de make-along voor de Virtues Unite. Vorig jaar heb ik het met Linda van Wolhobby gedaan. Toen zijn we 1 augustus begonnen. En ik had ze 5 weken later mijn sjaal klaar. En had ik niet eens alleen maar aan die sjaal gebreid. Dus als je mee wilt doen, dan kun je echt
Ja, je gaat er gewoon continu aan breien. Dan kan je hem echt wel binnen 4 tot 6 weken kun je hem afmaken. Ja, het ligt er hoe snel je bent, hè. Er zijn natuurlijk altijd mensen die nog veel sneller zijn. Misschien zijn er ook mensen die hem al op de pennen hebben staan, maar die niet verder, steeds toch maar niet verder mee gaan. Want deel 1 en 3 zijn wel vrij groot. Dus dat zijn wel pittige stukken. Dan moet je wel echt even doorbreien. En, maar goed, hoe lekker is het als die sjaal klaar is? Ja, ik heb zoveel plezier al van deze twee sjaals. Ik ga ze niet helemaal uitleggen, maar zijn ze veel te groot voor. Ik brei de grote versie altijd. Je hebt twee versies, een grote en een kleine. Maar die kleine die is echt veel te klein. Die kan voor mijn gevoel niet vaak genoeg om. Ja, ik heb zoveel plezier al van die sjaals in de winter gehad. Oh, heerlijk. Ja, je kan hem ook als een wrap dragen, zo om je schouders. Maar ik draag hem meestal als zo'n puntsjaal. Dus dat wilde ik nog even vertellen aan jullie. Dus we hebben vanaf 1 juli een jaar de Pruidelbek, Sokmuil en de Vertices Unite. Die laat ik denk ik 2 maanden duren. Van 1 september tot en met eind oktober. En het leuke is, dan heb je in de herfst, als het koud wordt, je sjaal klaar. Nou, hoe lekker. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden, dat jullie mee gaan doen. Hierover ga ik volgende week ook nog wel weer wat vertellen. Maar soms heb ik zoveel te vertellen dat ik dingetjes vergeet. Dat ik dan dingen vergeet en dan... Dan denk ik, oh shit, dat heb ik helemaal niet verteld. Dus ik hoop dat ik er volgende week nog even aan denk. Volgende week ben ik dan natuurlijk weer met de zitbrei-podcast. En dan bedoel ik dat ik dan de hele uur voor de camera zit. En deze week is het een weekvlog. Ik hoop dat je het weer leuk vindt. Soms heb ik weer een beetje het gevoel dat ik heel vaak hetzelfde doe. Maar ja, dat is mijn leven nou eenmaal ook. Het is ook wel een beetje elke week weer een beetje hetzelfde. Maar een beetje repetition. Maar ik hou er wel van. Ik hou daar wel van. En structuur. En je ziet wat ik allemaal heb gebruikt. Maar als het goed is, heb je dat allemaal al gezien. Dus hoef ik niet in herhaling te vallen. Soms verval ik in die weekvlogs misschien wel veel in herhaling. Omdat ik soms niet meer weet wat ik dan het vorige stukje heb gezegd. En dus excuses daarvoor. Nogmaals welkom aan alle nieuwe mensen. En alle vaste klanten noem ik ze. Die zijn er elke week heel, heel fijn. Daar word ik heel blij van. Maar ook superleuk dat ik er veel nieuwe bij heb. En dat is natuurlijk ook dankzij Sarah. Die noemde mij in de podcast of in haar filmpje. En Lisa van 72 Stitches heeft mij ook genoemd in Amerika. Dus ik heb ook heel veel volgers en abonnees erbij van over de hele wereld. Dus superleuk. Ik zit nu ruim over de 900. En de 1000 is nu echt in zicht. Hoe lekker. Dus mensen, als je nog steeds mijn filmpjes kijkt. Je hebt nog niet op het abonneerknopje gedrukt. Voel je vrij, druk erop en join de club, zou ik zeggen. En we gaan voor die 1000 voor 26 september. Ik hou nu op. Ik zie jullie volgende week weer bij de gewone aflevering. En als je al op vakantie gaat, alvast een fijne vakantie. En tot later. Doei!